een mens in een kooi. Het lijkt ondenkbaar. In vervlogen tijden dacht men daar echter anders over. In de 16e eeuw zat in deze houten kooi graaf Jan van Wassenaar 2 jaar lang eenzaam opgesloten. Hertog Karel van Gelre veroordeelde hem tot deze straf. In 1512 viel Karel van Gelre Amsterdam binnen in een poging zijn gebied te vergroten. Hij versloeg tegenstander Jan van Wassenaar en nam hem gevangen. Kasteel Dikketin in Hattem was op dat moment de best beveiligde vesting met muren van maar liefst 7 meter dik. Om er zeker van te zijn dat Van Wassenaar niet zou ontkomen, werd hij met kooi en al opgehangen in de nok van de toren. Ontsnappen was absoluut onmogelijk. Die kooi, die is heel speciaal. Kooi, die kunnen wij eigenlijk best wel zelf namaken en die weer introduceren op het Tinnenplein. En op die manier daar een attractie bij kunnen krijgen, zodat we die kooi, ja, die is al vaker genoemd, in het museum zie je ook een replicaatje ervan staan. Maar we willen hem echt in ware grote nabomen met eigenlijk zo origineel mogelijke materialen. En dan terugbrengen hier op het plein, zodat de toerist iets meer verbintenis en visueel iets meer heeft met het gebouw de Dikke Tinnen. We staan hier, even van ons en Rien, aan het begin van het maken van de kooi van Wassenaar. Hier liggen een paar balken. Kun je ze uit gaan leggen wat je precies gaat doen? Hoe staat het op tekening? Nou, hoe staat het op tekening? Nou, wij zijn dus bezig om te kijken van hoe we dat in elkaar gaan zetten, met wat voor materialen. Zodat het lijkt alsof het echt heel ouderwets is, maar dat we toch op een simpele manier tegenwoordig dat in elkaar kunnen zetten. Dus we zijn nu bezig om een proefje te doen van hoe gaan we dat staal nu aan het hout bevestigen. En zodat het van de buitenkant, dat we straks alleen nog de kop van een soort klinknagel zien. En daar is dit dan wat we dan in zicht krijgen straks. Nou, uiteraard wordt het dan zwart gemaakt. En dan wordt het aan de binnenkant met een boot bevestigd. En daar gaan we weer een houten prop in slaan. Zodat het vanaf de buitenkant niet zichtbaar is dat het op een moderne manier aan elkaar gezet is. En dan lijkt het aan de buitenkant lijkt het dan gewoon een grote klinknagel. Ja.
door te roepen: Jan met de scheve kop, die sluiten wij hier op. Jan met de scheve kop, die sluiten wij hier op. Jan met de scheve kop, die sluiten wij hier op. Allemaal! Jan met de scheve kop, die sluiten wij hier op. Jan van Gelre, jou als vazal van u, graafjes van Holland en het huis Habsburg, opsluiten in de toren van mijn vesting hier in Hattem. Alleen tegen betaling van 20.000 goudguldens zul je je vrijheid terugkrijgen. Tot zolang ben je mijn hoofdprijs en neem ik jou in gijzeling. Bewakers, voer deze man af en sluit hem op in de kooi, die ik vanaf heden de kooi van Wassenaar zal noemen. Die opgehangen zal worden in een van de torens van zijn Hattemse slot, de Dikke Tinnen. Met muren van wel 7 meter dik. Zelfs een muis kan hieruit niet ontsnappen. In de kooi is slechts ruimte voor zijn bed, met daaronder een stinkende kakemmer, een tafeltje en een stoel. Al hemden van Jan een aantal weken van zijn gevangenschap tellen. Ruim 100 waren het daar in die vreselijke toren. Uitgelachen en bespot door zijn bewakers en het keukenpersoneel van de hefkamp.